Namens Sarah Cox en Dave Mertens heet ik jullie van harte welkom op dit webinar Gerechtelijke Reorganisatie en Faillissement. Sarah, kan jij misschien naar de volgende slide gaan? Die pointer doet het niet. Voilà. We sluiten met dit webinar aan bij een eerder webinar van 29 april. Toen hadden we het over zekerheden. Vandaag dus deel 2. Waarbij we de insolventieprocedures, gerechtelijke reorganisatie en het faillissement onder de loep nemen. Die thema's zijn tamelijk voor de hand liggend, uiteraard in de huidige economische setting. De berichten die we allemaal lezen, die zijn allesbehalve rooskleurig. Vandaar dat we het nuttig vonden en vinden om jullie de krachtlijnen van deze insolventieprocedures mee te geven. Een belangrijk verschil met het vorige webinar is dat we vandaag, Dave en ik, dan de versterking krijgen van Sarah. Sarah Cox, dat is onze specialiste arbeidsrecht, die een aantal arbeidsrechtelijke topics onder de loep zal nemen. Het programma zien jullie op de slide. Ik bijt de spits af met de ondernemingsbemiddelaar en het buitengerechtelijk middelijk akkoord en vervolgens de gerechtelijke reorganisatie. Vervolgens komt dan Dave Mertens aan de beurt met het faillissement en hij zal ook noodgedwongen stilstaan bij KB nummer 15 over het moratorium op faillissement, omdat dat in de praktijk, merken wij, een belangrijke impact heeft nog altijd. En dan tot slot komt Sarah aan de beurt met een aantal arbeidsrechtelijke topics. Goed, ik ga meteen van start met de ondernemingsbemiddelaar. Een onderneming die in financiële moeilijkheden komt, die kan zich wenden tot de ondernemingsrechtbank en daar verzoeken op een heel laagdrempelige wijze dat er een ondernemingsbemiddelaar wordt aangesteld. Zo'n ondernemingsbemiddelaar die heeft eigenlijk de taak om die onderneming te gaan helpen, met het orde op zaken proberen te brengen van de onderneming, dus de zaken terug op de rails proberen krijgen. En tegelijkertijd zal die proberen om de weg te plaveien naar een duurzame oplossing bestaande in ofwel een minnelijk akkoord met schuldeisers, ofwel een collectief akkoord over een reorganisatieplan, dan wel, derde optie, een overdracht van de activiteiten geheel of gedeeltelijk. Bij die verschillende pistes sta ik straks uiteraard langer stil, maar belangrijk voor nu om te onthouden is dat er dus een eerste stap mogelijk is. Voorafgaandelijk kan een onderneming dus een ondernemingsbemiddelaar laten aanstellen. Of dat nuttig is, dat hangt af van de concrete omstandigheden. Zo'n ondernemingsbemiddelaar heeft alleszins het voordeel dat hij of zij is aangesteld door de rechtbank en daardoor toch een zekere autoriteit geniet. Wat wel nuttig kan zijn als er onderhandelingen lopen tussen die schuldenaar en die schuldeisers en er een akkoord wel mogelijk lijkt voor iedereen, maar iedereen zet de hakken nogal diep in het zand, dan kan zo'n ondernemingsbemiddelaar misschien wel hier en daar op een knopje duwen om partijen er te doen uitkomen en zo een oplossing te bewerkstelligen. Zo, het buitengerechtelijk middelijk akkoord dan. Dat is exact wat de benaming doet vermoeden dat het is. De schuldenaar die sluit zonder tussenkomst van een rechtbank, dus buiten de rechtbank, om een akkoord met minstens twee van zijn schuldeisers over, met het oog op de reorganisatie van zijn activiteiten. Dus met de bedoeling om de continuïteit daarvan te verzekeren of te behouden. De inhoud van zo'n akkoord die kan velerlei zijn. Klassiekers die daar vaak in voorkomen, dat zijn bijvoorbeeld een gedeeltelijke reductie van de schuld, een betalingsuitstel, je hebt afbetalingsplannen, omzetting van schuldvorderingen in aandelen, geheel of gedeeltelijk, eventueel een achterstelling van een schuldvordering en zo verder. Dus daar zijn heel wat mogelijkheden. Ook dit is een vrij laagdrempelige optie. Het enige wat partijen nodig hebben is een geschrift waarin dat akkoord wordt opgenomen, waarin wordt toegelicht waarom het nuttig is met het oog op de reorganisatie van die onderneming en waarin ook een vertrouwelijkheids- en een ontsplitsbaarheidsclausule dient te worden opgenomen. Dat is wettelijk verplicht. U vraagt zich misschien af,
Waarom een schuldeiser nu net een van die twee of meer schuldeisers zou willen zijn. Want sommigen doen eraan mee en anderen die doen geen enkele toegeving. Dus de vraag is, het is een pertinente vraag, waarom zou ik als schuldeiser in godsnaam allerhande toegevingen doen ten gunste van die schuldenaar? De wetgever heeft die bedenking uiteraard ook gemaakt en heeft getracht om zo'n buitenrechtelijk middelijk akkoord toch aanlokkelijk te maken voor bepaalde schuldeisers. In de eerste plaats en voornamelijk door zo'n akkoord faillissementsproof te proberen maken. Wat betekent dat? Mochten de acties die ondernomen worden niet slagen en mocht er toch nog een faillissement tussenkomen, dat de curator die dan zal worden aangesteld, dat die moet leven met dat middellijk akkoord en met wat er in de uitvoering daarvan reeds zou zijn gebeurd. En dat is anders voor rechtshandelingen, transacties, betalingen die kort voor het faillissement nog zouden gebeurd zijn buiten de contouren van zo'n buitengerechtelijk middellijk akkoord. Dergelijke acties kan een curator natuurlijk onder voorwaarden, maar kan een curator nog aanvechten en kan trachten om die niet tegenstelbaar aan de boedel te laten verklaren door de rechtbank, wat natuurlijk voor de schuldeiser in kwestie een serieus rampscenario is. Dus dat is toch belangrijk als eerste punt. Ten tweede, kunnen partijen vragen dat akkoord door de rechtbank, die tot dan niet is tussengekomen, toch zou worden gehomologeerd en uitvoerbaar verklaard, wat de schuldeisers in kwestie dan meteen een uitvoerbare titel bezorgt voor het geval de schuldenaar in gebreken zou blijven om zijn beloftes na te komen. Dus op die manier kan ook wel tijd worden gewonnen. Er dient niet opnieuw te worden gedagvaard. En misschien kan men nog net het faillissement voor zijn op die manier. Dus dat zijn toch twee zaken die zo'n onmiddellijk akkoord aanlokkelijker maken voor schuldeisers dan het misschien op het eerste zicht lijkt te zijn. Zo, dan komen we bij de gerechtelijke reorganisatie. Sta ik uiteraard langer bij stil. Ik ga beginnen met de basisprincipes en de toepassingsvoorwaarden. Vervolgens de punten 3 tot en met 5. Ja, ga ik kort in op wat zo'n procedure, wat de opening van zo'n procedure nu eigenlijk teweeg brengt voor de schuldenaar zelf, maar ook voor zijn schuldeisers. Puntje 6 zijn dan de verschillende vormen, de verschillende pistes die men kan bewandelen in het kader van zo'n gerechtelijke reorganisatie. En dan tot slot nog puntje 7, ja, het lot van de persoonlijke zekerheidssteller. Lees de kosteloze borg. En dan helemaal tot slot de mogelijkheid tot voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure. Goed, de basisprincipes. Een gerechtelijke reorganisatie, wat is dat? Wat beoogt men daarmee? Het doel is om de activa of de activiteiten van een onderneming in de mate van het mogelijke te behouden. Dus de continuïteit van een onderneming zo maximaal mogelijk te verzekeren. Dat is wat de wetgever nastreeft. Ieder faillissement dat kan worden vermeden is een overwinning. Dus vandaar, en zullen we dadelijk zien dat er een vlotte toegang is tot deze procedure om die reden. Hoe bekomt men dat? Dat is eigenlijk ja, door die schuldenaar tijdelijk te gaan beschermen tegen zijn schuldeisers. Een soort bubbel te gaan creëren die schuldenaar tijdelijk gaat beschermen tegen zijn schuldeisers om hem de mogelijkheid te bieden, een beetje luwte, kalmte te bieden om een duurzame oplossing te zoeken. De opstart van zo'n procedure gebeurt via een verzoekschrift, dus dat is al iets minder laagdrempelig dan de pistes die ik daarnet besproken heb. Bij zo'n verzoekschrift moeten een aantal verplichte stukken gevoegd worden. Dat is een lijst die artikel 41 van boek 20 is opgenomen. Dat is een serieuze lijst, maar op zich staat daar weinig verrassends in. Dus dat is bijvoorbeeld een lijst van de schuldeisers, een toelichting waarin men uitlegt wie men is, in welke situatie men verzeild is geraakt, hoe het komt dat men daarin verzeild is geraakt en welke uitweg men ziet. Een aantal boekhoudkundige stukken, de laatste jaarrekeningen en zo verder. Dus het is heel wat, er is wel wat werk aan, maar op zich is het allemaal vrij logisch dat de rechtbank daarover moet beschikken om een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet opstarten van de procedure. Goed, de voorwaarden. Het woord laagdrempelig is al een paar keer gevallen en zal hier opnieuw vallen.
Om te kunnen worden toegelaten tot een gerechtelijke reorganisatie is het vereist dat je een onderneming bent, klein of groot, een eenmanszaak of een grote NV met tal van vestigingen, maakt allemaal niet uit. Dus je moet een onderneming zijn in de eerste plaats. En ten tweede, de enige andere voorwaarde is dat je continuïteit onmiddellijk of op termijn bedreigd is. Dus nogmaals, de bedoeling van de wetgever om zoveel mogelijk ondernemingen in leven te houden en zoveel mogelijk die faillissementen te proberen vermijden. Puntje 2 van de slide illustreert dat. Zelfs ondernemingen die in staat van faillissement zijn, die kunnen op zich nog een gerechtelijke reorganisatie aanvragen. Dus dat toont toch aan dat de wetgever de deur zo wijd mogelijk heeft willen openzetten. Wel heeft de wetgever ingezien dat er misbruiken bestonden, voornamelijk onder de WCO-wetgeving, waarvan de gerechtelijke reorganisatie de opvolger is. Zogenaamde repeat players die doken op. Dat waren ondernemers die het spelletje door hadden of meenden door te hebben en die eigenlijk regelmatig en meer dan nodig verzoekschriften indienden om bescherming te bekomen tegen hun schuldeisers, wat natuurlijk niet de bedoeling is. U ziet op de slide een aantal maatregelen die daarvoor zijn voorzien. Het belangrijkste is om te onthouden dat een onderneming die recent, en dat gaat tot 5 jaar terug in de tijd, reeds een verzoek heeft ingediend dat die een aantal restricties opgelegd krijgt. Maar niettemin, als men het spel eerlijk speelt, dus als men geen repeat player puur sans is, zal men nog altijd de mogelijkheid hebben om een nieuwe gerechtelijke reorganisatie aan te vragen en te bekomen. Goed, wat brengt dat nu teweeg, de opstart van zo'n procedure? Ik heb daarnet gezegd dat zo'n procedure wordt opgestart met een verzoekschrift. De loutere neerlegging daarvan, de loutere indiening daarvan via rechtssol, heeft meteen gevolgen. Dus voordat daar een rechter echt naar gekeken heeft, zal er onmiddellijk een en ander veranderen en zullen daar ingrijpende wijzigingen optreden. Zo zal de onderneming in kwestie niet meer failliet kunnen worden verklaard, zullen rechtspersonen niet meer gerechtelijk ontbonden kunnen worden en zal er ook geen tegeldenmaking van roerende of onroerende goederen meer mogelijk zijn. Dus dat neemt meteen plaats. Ook hier heeft de wetgever toch een rem op misbruik ingebouwd. Ook daar is geleerd uit de praktijk. Men zag namelijk regelmatig dat ondernemingen die geconfronteerd werden met een gedwongen verkoop van een of ander goed, dat die ja, daags voordien of 2 dagen voordien snel nog een verzoekschrift WCO in de tijd indienden om heel dat proces in de war te sturen, minstens op de lange baan te schuiven. Tot geweldige frustratie natuurlijk van iedereen die daar tijd en geld in had geïnvesteerd. Dus dat probeert de wetgever nu te vermijden door als principe, als regel voorop te stellen dat een gedwongen verkoop gewoon kan doorgaan als die al gepland is en als de datum binnen de 2 maanden na de neerlegging van het verzoekschrift valt. Dan zal die verkoop in principe doorgaan. Dus misbruik wil men daarmee opnieuw tegengaan. Er geldt dan een zekere opschorting, maar toch blijft er nog wel wat mogelijk voor de schuldeisers. Ze kunnen nog altijd beslagen leggen. Zij het dan natuurlijk dat de echte tegeldenmaking niet meer mogelijk zal zijn. Ook schuldvergelijking blijft mogelijk, het retentierecht, de ENAC, de rechtstreekse vordering enzovoort. Dus die opties blijven na de neerlegging van het verzoekschrift, maar voordat er daarover een beslissing is genomen door de rechtbank, blijft nog wel openstaan voor de schuldeisers. Dan, procedurele termen gaat het wel goed vooruit, want al binnen de 15 dagen vindt er een zitting plaats waarop dan het verzoekschrift bekeken wordt door de rechtbank, die dan opnieuw binnen de 8 dagen een uitspraak dient te doen. Dus normaal gezien is er binnen de 23 dagen duidelijkheid over de vraag of een onderneming wordt toegelaten tot die gerechtelijke reorganisatie of niet. Indien niet, ja goed, dan komt alles terug zoals het was. Dan vervalt de bescherming die er dan tijdelijk gedurende een paar dagen is geweest. Indien wel, ja, dan breidt de opschorting zich nog uit en zal de bubbel waar ik het daarnet over had echt wel volle uitwerking krijgen, waardoor die schuldenaar een serieuze bescherming geniet tegen zijn schuldeisers. Uiteraard tijdelijk, dat is een maximumtermijn van 6 maanden, dus gedurende maximaal 6 maanden zal die schuldenaar
meer op zijn gemak zitten en de kans krijgen om alles op een rijtje te zetten en naar oplossingen te proberen toewerken. Ik geef nog mee dat een belangrijk verschil met het faillissement is dat de toelating tot de gerechtelijke reorganisatie op zich niets verandert op het vlak van het beheer of het bestuur van de onderneming. De ondernemer die blijft gewoon aan het stuur zitten. Dus daar zal geen curator of geen bemiddelaar of wat dan ook worden aangesteld. De ondernemer die blijft het beheer voeren. Welke gevolgen heeft dan de opening van de procedure? Dus we zijn nu, het verzoekschrift is neergelegd, er is een beslissing over genomen en die beslissing is gunstig. Ja, dan blijven uiteraard de maatregelen die al golden, dus de bescherming tegen faillissement, tegen gerechtelijke ontbinding en tegen de geldenmaking, die blijven uiteraard bestaan. Maar dat alles wordt nog uitgebreid. Dus vanaf dat moment zal een schuldeiser geen enkel middel van tenuitvoerlegging kunnen voortzetten of aanwenden. Er zal geen beslag meer gelegd kunnen worden, wat dus tot voor de beslissing wel nog kon. De handen van de schuldeiser die worden met andere woorden op hun rug gebonden, minstens tijdelijk opnieuw om die schuldenaar de mogelijkheid te bieden om naar een oplossing toe te werken. Wat beslagen betreft, ja, ziet u op de slide dat beslagen die er al gelegd waren, dat die uiteraard wel blijven liggen en hun bewarend karakter behouden. En hier is opnieuw een soortgelijke misbruikbepaling voorzien voor geplande openbare verkopen. Lopende overeenkomsten. Een onderneming is natuurlijk een rechtspersoon die tal van overeenkomsten heeft. Die overeenkomsten die blijven door de opening van de procedure gewoon lopen. De bedoeling van de wetgever is de continuïteit van de onderneming. Dus uiteraard is het dan ook de bedoeling dat het zoveel als mogelijk business as usual blijft. Dus we zien vaak in overeenkomsten en algemene voorwaarden dat een opening van een gerechtelijke reorganisatieprocedure van rechtswege bijvoorbeeld de beëindiging tot gevolg heeft, dat is eigenlijk contra legem. Dus de wet voorziet dat die overeenkomsten gewoon doorgaan. Ten gunste van de schuldenaar is er wel de mogelijkheid voorzien om, als hij dat noodzakelijk vindt voor de reorganisatie van de onderneming, zelf te beslissen om bepaalde contractuele verplichtingen niet langer na te komen. Dus huurt zijn onderneming bijvoorbeeld ergens een gebouw dat het door een krimp van de business niet meer gebruikt, dan zou die onderneming bijvoorbeeld kunnen beslissen om daar geen huur meer voor te betalen. Heeft natuurlijk tot gevolg dat de schuldeiser die daar tegenover staat niet langer verplicht is om zijn prestaties nog te leveren. Dus daar geldt dan wel de ENAC. Business as usual betekent, als alles goed gaat, dat de boel blijft draaien en dat er dus ook na de opening van de procedure nog nieuwe schuldvorderingen en nieuwe schulden zullen ontstaan. Die nieuwe schuldvorderingen die zullen niet onderworpen zijn aan de opschorting en die zullen tevens, mocht er onverhoopt toch nog een faillissement tussenkomen later, dan zullen die boedelschulden uitmaken. Dat is opnieuw, lights zijn even weg, maar die komen wel terug. Dat is opnieuw een lokmiddel eigenlijk van de wetgever om de commerciële partners van zo'n onderneming in moeilijkheden ertoe te verleiden om het vertrouwen te behouden, om de samenwerking te laten doorlopen. Immers, ze weten dat mocht er een faillissement tussenkomen, dat hun schuldvordering een goed statuut zal hebben in het geval van faillissement. Dus dat ze er een grote kans hebben dat ze, indien er een faillissement tussenkomt, betaald zullen worden. Onderaan de slide ziet u dat de fiscus en de RSZ goed gelobbyd hebben bij de totstandkoming van boek 20 van het wetboek Economisch Recht. Want zij hebben gedaan gekregen, in strijd met wat het Hof van Cassatie daarover dacht, dat ook fiscale en sociale schulden dat statuut zullen krijgen. Dus dat is goed bekeken van de fiscus en de RSZ. Tijdens die opschorting kunnen er wel nog nieuwe zekerheden worden gevestigd. En de regels in zaken de verdachte periode, dus opnieuw indien er een faillissement zou volgen nadien, die zijn daarop niet van toepassing. De schuldenaar die kan, ik heb daarnet gezegd dat hij bepaalde contractuele verplichtingen niet langer kan nakomen als hij dat noodzakelijk vindt. Hij kan ook bepaalde schuldeisers voortrekken door hun schuldvordering te voldoen. Bijvoorbeeld de hoofdleverancier die echt wel moet blijven leveren om de continuïteit te kunnen verzekeren, die kan
Die kan worden bevoordeeld en die kan, als het allemaal te motiveren valt, alsnog betaald worden door de schuldenaar. Uiteraard moet dat allemaal eerlijk en correct verlopen en, zoals ik zei, correct gemotiveerd worden indien nodig. Het derde puntje is toch inderdaad dat schuldvergelijking tussen schuldvorderingen in de opschorting en schulden ontstaan tijdens de opschorting, dat die in principe niet meer mogelijk is. Het is enkel mogelijk als het gaat om verknochte schuldvorderingen. Dat wil zeggen schuldvorderingen die echt nauw samenhangen, bijvoorbeeld omdat ze voortvloeien uit dezelfde overeenkomst. Maar anders zal schuldvergelijking niet meer mogelijk zijn. Goed, dan kom ik bij puntje 6, de verschillende vormen die een gerechtelijke reorganisatie kan aannemen. U ziet een overzicht op de slide. Er zijn drie opties, ik heb ze al een paar keer vermeld. Ten eerste heb je het minnelijk akkoord. Dan is er het collectief akkoord met de schuldeisers. Het gaat dan over een reorganisatieplan waarover gestemd moet worden. En de derde en meest verregaande optie is de overdracht onder gerechtelijk gezag. Ik begin met het minnelijk akkoord. Dat is dan deze keer het gerechtelijk minnelijk akkoord dat niet alleen qua benaming, maar ook inhoudelijk heel veel weg heeft van het daarnet al besproken buitengerechtelijk minnelijk akkoord. Het is opnieuw een akkoord dat een schuldenaar kan sluiten met alle schuldeisers, of tenminste twee daarvan, met het oog op de gezondmaking van zijn onderneming. Dus met het oog op het proberen te behouden van de continuïteit daarvan. Dus inhoudelijk is dat de mogelijkheden zijn daar identiek aan de mogelijkheden die men heeft bij een buitengerechtelijk middellijk akkoord. Dus dat is volledig gelijk. Toch zijn er een aantal subtiele verschillen. Uiteraard, een gerechtelijk middellijk akkoord kan pas aan de orde zijn na opening van een gerechtelijke reorganisatie, wat impliceert dat men via de rechtbank is gepasseerd en dat men dus die gunst van de opschorting, de bescherming tegen de schuldeisers, zal genieten. Dat zal die schuldenaar mogelijk wat meer comfort bieden in zijn onderhandeling. Hij zit althans voor een paar maanden gerust. Dus dat is wel iets waard, maar de keerzijde daarvan, dat ziet u ook meteen op de slide, die is uiteraard dat, in vergelijking dan met een buitengerechtelijk middellijk akkoord, is die keerzijde dat de opening van een gerechtelijke reorganisatieprocedure gepubliceerd wordt. Hè. Dus dat wordt openbaar gemaakt, waardoor er hier en daar, zeg maar bij de bank, bij andere schuldeisers die zich nog niet gemanifesteerd hadden of die de zaak wat minder goed hadden opgevolgd, alarmbellen kunnen afgaan. Dus als er een keuze moet worden gemaakt tussen een buitengerechtelijk of een gerechtelijk middellijk akkoord, dan zijn wij geneigd om te zeggen dat een buitengerechtelijk middellijk akkoord toch de voorkeur wegdraagt, voor zover uiteraard het water niet helemaal aan de lippen staat. Dus als daar nog enige financiële marge is, dan loont het wat ons betreft, net omwille van het feit dat je in de luwte kan opereren, dat het eigenlijk geheim kan blijven. Dus opteren wij eerder voor een buitengerechtelijk middellijk akkoord. Ook omdat je, als dat misgaat, dus als het niet lukt, nog altijd kan terugvallen op de gerechtelijke reorganisatie. En dus alsnog nadien kan proberen om met diezelfde schuldeisers, maar dan in een andere setting, tot een akkoord te komen dat dan gerechtelijk van aard zal zijn. Tweede piste is het collectief akkoord. Het collectief akkoord onderscheidt zich van het daarnet besproken minnelijk akkoord, doordat het ten eerste met alle schuldeisers wordt gesloten. Dat is te zeggen, het wordt gesloten met de meerderheid van de schuldeisers. Dus daar waarbij een minnelijk akkoord, gerechtelijk of buitengerechtelijk, alle schuldeisers die meedoen, uitdrukkelijk akkoord moeten gaan, zal dat bij een collectief akkoord niet het geval zijn. Dus het enige wat er nodig is om een collectief akkoord erdoor te krijgen, is het akkoord van de meerderheid van de schuldeisers. Wat dus meteen impliceert dat er mogelijk een minderheid zal zijn die niet gelukkig zal zijn met wat er gestemd is. Waarover wordt er gestemd? Er wordt gestemd over een reorganisatieplan. Dus een plan dat de schuldenaar uitwerkt, met voorstellen van maatregelen die hij wil nemen om in leven te blijven, om de continuïteit te kunnen verzekeren. Die maatregelen die kunnen sterk lijken op wat er in het kader van een minnelijk akkoord met bepaalde schuldeisers kan worden overeengekomen, maar vaak gaat het dus opnieuw over schuldreductie, betalingsuitstel en zo verder. In het kader van het collectief akkoord
wordt het verschil tussen zogenaamde gewone schuldvordingen in de opschorting en buitengewone schuldvordingen in de opschorting, dat wordt wel pijnlijk duidelijk. Een buitengewone schuldvordering in de opschorting is een schuldvordering van een buitengewone schuldeiser in de opschorting. En dat zijn ofwel schuldeisers-eigenaars, denk aan leasinggevers, verkopers onder eigendomsvoorbehoud, ofwel schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht, dus hypotheekhouders, pandhouders. Zij staan er beter voor dan gewone schuldeisers, dat is iedereen die geen buitengewone schuldeiser is. Het is namelijk zo dat die gewone schuldeisers, zoals ik kan zien op de slide, toch wel een serieuze haircut te vrezen heeft. De wetgever stelt voorop dat er tot 80% van de hoofdsom van de schuldvordering kan worden afgedaan in het kader van een middellijk akkoord. Dus maar 20% is eigenlijk beschermd. Veelal zal dat misschien nog altijd meer zijn dan wat men in het kader van een faillissement mag ontvangen. Maar goed, dat is toch serieus. Daartegenover zullen de buitengewone schuldeisers die zullen minder tegen hun wil moeten slikken. Hoogstens moeten zij gedurende 24 maanden wachten. Dus zullen zij hun bestaande rechten gedurende maximaal 24 maanden, kan ook minder zijn, opgeschort zien. Andere maatregelen moeten zij niet aanvaarden. Ze kunnen die aanvaarden, maar ze kunnen die dus niet opgelegd krijgen. Zoals een gewoon schuldeiser, als zij de pech heeft om in de minderheid te vallen, wel kan. Een plan dat wordt overeengekomen heeft een maximale uitvoeringstermijn van 5 jaar. Dus een schuldenaar kan tot 5 jaar betalingstermijnen bijvoorbeeld voorstellen. De rechtbank die komt ook nog tussen. Die zal het plan marginaal toetsen. Dus zal daar kort naar kijken. En als ze echt flagrante zaken opmerkt, zal ze dat uiteraard laten weten en daar nodige gevolgen aan verbinden. Maar op zich zal zij, als dat allemaal oké lijkt, dat plan homologeren. En dan wordt dat plan bindend voor alle schuldeisers in de opschorting. Artikel 83 onderaan de slide, dat is vrij evident. Mocht er lopende de uitvoering van dat plan toch een faillissement tussenkomen, dan zal dat plan niet veel uitwerking meer kunnen krijgen en wordt dat ingetrokken. Derde en laatste piste is dan de meest verregaande, de overdracht onder gerechtelijk gezag. Bij de twee vorige pistes is het eigenlijk de bedoeling dat de schuldenaar schoon schip kan maken en nadien voort kan gaan met zijn activiteit. Dat is in deze piste niet de bedoeling. De bedoeling is integendeel dat de activiteiten van die onderneming geheel of gedeeltelijk gaan worden overgedragen aan een derde. Die derde die zal daar een prijs voor betalen en die prijs die komt dan ten goede aan de schuldeisers. Het is een zeer verregaande mogelijkheid de meest plausibele is voor ondernemingen die eigenlijk al in staat van faillissement zijn. Dus ik heb die daarnet aangehaald, zij kunnen nog toetreden tot deze procedure. Maar voor hen zal wellicht deze piste de meest voor de hand liggende zijn. Praktisch stelt rechtbank een gerechtsmandataris aan die belast wordt met het organiseren en realiseren van heel die operatie. Aan te stippen hierbij is nog dat een kandidaat-overnemer uitdrukkelijk kan bepalen dat lopende overeenkomsten dus tussen de onderneming in gerechtelijke organisatie en medecontractanten van die onderneming, dat die gewoon doorlopen. Dit is dat die worden overgedragen aan hem, wat eigenlijk wel heel verregaand is, want dat impliceert dus dat die medecontractant van de onderneming in gerechtelijke reorganisatie, dat die gewoonweg een andere schuldenaar voorgeschoteld krijgt, zonder dat ze daarmee akkoord is gegaan. Dat is, wanneer je dat zuiver verbintenisrechtelijk bekijkt, bijzonder, bijzonder verregaand. Tot daar de verschillende pistes die er bewandeld kunnen worden. Kort nog een woordje over de persoonlijke zekerheidssteller. Eigenlijk een caveat meer. Wanneer men onderhandelingen voert met een schuldenaar die in financiële problemen zit, dan kan het gevaarlijk zijn om te opteren voor een kostloze borgstelling. Weet dat zo'n kostloze borg in principe niet meegeniet van die opschorting. Dus die opschorting is persoonlijk, geldt enkel voor de onderneming, dat is de regel. Maar de persoonlijke zekerheidssteller, dus de borg, die kan zelf op zijn beurt een verzoekschrift indienen, betogen dat het allemaal niet evenredig is, dat hij onmogelijk die schuld kan terugbetalen
En op die manier kan hij eveneens bescherming krijgen van de rechtbank. Dus dat is toch een belangrijk aandachtspunt. Als een schuldenaar komt aandraven met een borgstelling, hou daar dan zeker rekening mee. Dan de laatste slide wat mij betreft. De voortijdige beëindiging van een gerechtelijke reorganisatie, die is mogelijk. De schuldenaar kan er zelf de stekker uittrekken. Hij kan zeggen, het is niet meer nodig voor mij. Het gebeurt niet zo vaak. Wat veel meer voorkomt, is dat de rechtbank er de stekker uittrekt, omdat zij vaststelt dat de schuldenaar niet meer in staat is, dat het allemaal geen zin meer heeft. De continuïteit kan niet gegarandeerd worden. Het is een verloren zaak. Dan zal de rechtbank er de stekker uittrekken. Een tweede mogelijkheid is dat de rechtbank te weten komt dat de voorgespiegelde situatie in het verzoekschrift licht afweek van de werkelijkheid. En ook op grond daarvan kan zij beslissen om terug te keren op haar stappen. Van zodra dan een vonnis in die zin is gewezen, zullen de schuldeisers opnieuw volledig hun rechten kunnen uitoefenen ten aanzien van de onderneming in kwestie. Hiermee rond ik af en geef ik het woord graag door aan Dave. Goedemiddag, dames en heren. Ook van mijn kant bijzonder welkom. Sam gaf het al aan. In het vorige seminarie spraken wij over zekerheden als middel om elkaar vertrouwen te geven, om die moeizaam opgebouwde commerciële relatie met uw leverancier, met andere aannemers enzovoort, om dat te vrijwaren in deze moeilijke economische tijden, vooral wat er allemaal nog gaat komen. De vaststelling is dat dat niet altijd volstaat, hè, dat die schuldenlast, historische schuldenlast, soms te groot is, dat moet gaan ingrijpen. Als dan er nog activiteiten zijn die levensvatbaar is, kan men dan kiezen, wat Sam heeft uitgelegd, voor een gerechtelijke reorganisatie, een light versie of de meest verregaande versie, de overdracht onder rechtelijk gezag, waarbij men dat deel van de activiteit die levensvatbaar zijn gaat overdragen aan een derde partij, maar meestal de rechtspersoon, de lege huls waar die activiteiten in zaten, failliet gaat laten verklaren. En dan kom ik dan naar dat volgende topic, faillissement. Wanneer men vaststelt dat die gerechtelijke reorganisatie niet zal slagen, omdat men geen meerderheid kan vinden, of belangrijker, die doorstart die men wil maken, dat de leveranciers niet mee zijn, dat die geen krediet geven, de banken de kraan dichtdraaien. Of wanneer die activiteiten die er nog zijn, eigenlijk op termijn niet levensvatbaar zijn, zeker in verhouding tot de kost die zo'n gerechtelijke reorganisatie met zich meebrengt. Vandaar dan faillissement met een heel andere insteek, namelijk geen continuïteit van de rechtspersoon of van de activiteiten, maar discontinuïteit, de basisinsteek. De ondernemer verliest de controle over zijn activiteiten. Er wordt een curator aangesteld die ermee belast wordt om het vermogen van de gefailleerde, natuurlijke persoon of rechtspersoon, te beheren en vooral dan te vereffenen en te verdelen onder de schuldeisers die aangifte van schuldvordering hebben gedaan. Dat beheren, dat is niet meer dan het warm houden, het verlies tegengaan. Theoretisch is het mogelijk dat een curator de activiteit in going concern verder zet. Theoretisch is dat mogelijk. Maar met afgezien van Antwerp Ship Repair zijn er amper historische voorbeelden van te noemen. In de praktijk is dat niet meer dan af en toe een curator die het pand nog een maand gaat huren om uitverkoop te doen, of een curator die zonder de activiteiten zelf verder te zetten het handelsfonds gaat overdragen, bijvoorbeeld van een onderaannemer aan de hoofdaannemer die onderaannemer gaat overnemen met de contracten en projecten die daarin zitten. Dus dat kan nog wel, maar de basisinsteek is discontinuïteit, geen verzetting van de activiteiten, maar de activa, het handelsfonds of gewoon de losse activa gaan liquideren, verkopen en de opbrengst verdelen, na afvatting uiteraard van eigen kosten. Wat zijn de criteria? Dat zijn de criteria die al decennia lang in de diverse wetten heeft gestaan. Namelijk, wanneer is men failliet, wanneer men staat van faillissement, wanneer het krediet is geschokt, de banken en de leveranciers geven geen krediet meer, en wanneer men op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen. Dat is een feitenkwestie, daar is soms wel wat discussie over. Het is niet omdat men langs de ene kant één leverancier te laat betaalt of betwiste vordering, of dat men afbetalingspannen heeft, dat men daarom in staat van faillissement is. Er is ook wel discussie van staat één schuldenaar die niet betaald wordt, daar is wat discussie over. Aan de andere kant is het ook niet omdat men afbetalingspannen heeft en steeds nieuwe putten maakt om anderen te delgen, dat men niet in staat van betaling is. Dus het is wel wat vloe artistiek, maar veel geval is het wel duidelijk wanneer men in staking van betaling is. Faillissement, wie neemt daar initiatief? Vaak de gefailleerde ondernemer zelf. Er heeft ook belang bij om dat te doen. Als men dat niet doet, laat tijdig doet, kan men als bestuurder
soms verder gaan als sprakelijkheden oplopen. Dus men heeft een incentive om dat zelf te doen. Het is ook strafrechtelijk gesanctioneerd als men nalaat om, wanneer men in staat van faillissement is, dat niet, de boeken niet neer te leggen. Minder opvordering van het faillissement. Wat ook wel gebeurt, is opvordering van een schuldeiser die naar dat collectieve beslag gaat eerder dan een individueel beslag die aanvraagt tot faillissement. Schuldeisers kunnen dat ook doen. Niet elke belanghebbende overigens. Het is niet dat men een concurrent als failliet kan laten verklaren, maar schuldeisers kunnen dat initiatief zeker wel nemen. De gevolgen van faillietverklaring, zoals gezegd, het is discontinuïteit, het beoordelingsmoment, de cut-off date, zo u wil, is het faillissementsvonnis zelf. Op dat moment, en dat is nu onder de nieuwe wet, nieuw, 2 jaar geleden, een duidelijk moment, alles van voor het faillissementsvonnis valt in de boedel, dat wordt vereffend en verdeeld, alles daarbuiten valt daarna valt buiten de boedel. Dat is nieuw en natuurlijk vooral relevant voor gefailleerde natuurlijke personen. Vroeger was het zo dat de inkomsten die men nog zou verwerven als natuurlijke persoon, als gefailleerde, vielen ook in de boedel. Die werden na afhouding van leefgeld in die pot gegooid om te worden verdeeld onder de schuldeisers. Nu wil men meer naar een fresh start. Men legt de boeken neer, wordt failliet verklaard. Alles wat men daarna verdient, gaat opnieuw ondernemen als werknemer, valt buiten het faillissement. Dus die fresh start wordt duidelijk gestimuleerd. Nadeel natuurlijk voor schuldeisers dat de assiette die men heeft, het onderpand die men heeft, op die manier nog kleiner wordt. Maar dat is een belangrijke nieuwigheid sinds 2 jaar, voor zover dat allemaal nog nieuw is. Zoals gezegd, een cut-off date, dat faillissementsvonnis, dat impliceert ook dat de curator dat vermogen krijgt, te verdelen krijgt, in de staat waarin hij zich bevindt op het moment van het faillissement. Wat ook betekent dat hij moet leven met de riemen die hij heeft en ook met de overeenkomsten die voor faillissement zijn gesloten. Die overeenkomsten zijn in de regel tegenstelbaar. Hij vindt het vermogen, hij moet het vermogen verdelen zoals hij het vindt. Een aantal uitzonderingen daarop, u vindt op de slide. Men moet ook wel terecht aanvoelen dat men voor het faillissement de neiging wel eens heeft om de vennootschap leeg te halen, om transacties te sluiten die niet helemaal marktconform zijn, ten nadele van bepaalde schuldeisers en ten voordele van zichzelf als aandeelhouder of de schuldeiser waar men na faillissement een doorstart mee wil maken. Vandaar, in principe, datum faillissement, dat is de cut-off date. De rechtbank kan tot 6 maanden teruggaan, een verdachte periode instellen waarbij bepaalde rechtshandelingen, en die vindt u op de slide, niet tegenstelbaar zullen zijn of kunnen worden verklaard. Wanneer de rechtbank vaststelt dat die staking van betaling, dat eigenlijk niet, het moment is geweest wanneer de boeken zijn neergelegd, maar eigenlijk al veel vroeger. Dat kan zijn 3 maanden, zoals zegt, tot maximaal 6 maanden voor het faillissement. Dus kan men teruggaan om bepaalde transacties terug te draaien. Die worden dan niet tegenstelbaar verklaard. De curator kan handelen alsof ze niet zijn gebeurd. Bijvoorbeeld een overdracht van handelsfonds bijvoorbeeld, ruim onder de prijs. De curator kan zeggen, nee, dat blijft mijn handelsfonds, dat wordt verheeld, dat komt in de boedel terecht. Dat is een aandachtspunt. Als u contracten gaat sluiten met een ondernemer waarvan u weet dat die in staking van betaling is of vermoedt dat daar een faillissement valt aan te komen. Het is ook een aandachtspunt, een checklist waar u door moet als u op dat moment gaat contracteren. Wat betekent dat nog, zo'n faillissementsvonnis? Voor het faillissement gaan alle schuldeisers individueel aan de slag. Ze gaan zelf beslag leggen, ze gaan zelf handelen. Na faillissement, en dat is deel van het concept van het faillissement, een collectief beslag. De curator wordt aangesteld om in de plaats van alle individuele schuldeisers te verdelen. Het wordt geacht om efficiënter te zijn, gaan niet individueel elkaar door de voeten lopen, maar de curator wordt aangesteld om dat te doen. Wat impliceert dat alle beslagen uitvoerend of anderszins die zijn gelegd voor faillissement geschorst worden? In principe met een aantal uitzonderingen, u vindt op de slide, die eigenlijk valse uitzonderingen zijn voor een stuk, omdat ze kunnen worden verder gezet, maar dan voor rekening van de boedel. Het is toch al in gang gezet. We gaan dat dan verder laten, zijn beloop laten kennen en de opbrengsten zullen dan in de boedel terechtkomen. Dus dat is 1. 2, dat is ook een halve uitzondering. De middelen van tenuitvoerlegging door bijzondere bevoorrechte schuldeisers, denk aan de hypothecaire schuldeiser, die wordt pandhouder, die wordt bevroren. De pandhouder die gaat zijn pand verzilveren, dat wordt bevroren, maar ook maar tijdelijk, tot
eerste PV van verificatie. De curator krijgt dan nog even de tijd om het allemaal in kaart te brengen. En daarna, na eerste PV van verificatie, kan dat wel doorlopen. Dus die bijzonder bevoorrechten, dat is een uitzondering op het idee van de collectief beslag, die kunnen voor een stuk daarna, naast dat eerste PV van verificatie, nog verder beslag verder zetten. Ook belangrijk hier, zoals ik gezegd heb, de curator treft de boedel aan, treft het vermogen aan in de staat waarin het zich bevindt op dat moment, moet daarmee verder, maar kan wel een aantal beslissingen nemen. Hij kan namelijk, heeft een bijzonder beëindigingsrecht om overeenkomst al of niet verder te zetten, los van wat de overeenkomst zelf zegt. Dus sommige overeenkomsten zeggen, u mag beëindigen opzeggen, dat mag hij doen, maar heeft daarnaast, als dat noodzakelijk is voor het beheren van de boedel, het recht om overeenkomsten met onmiddellijke ingang te beëindigen. Hij kan dat doen, arbeidsovereenkomsten kan hij dat doen, dat kan wanneer hij beslist om de activiteiten niet verder te zetten. Belangrijke uitzondering hier, vooral voor de onroerende goederen en de vastgoedsector, dat beëindigingsrecht mag geen afbreuk doen aan zakelijke rechten. Bijvoorbeeld rechten van opstal, die zijn insolventie-proof. Dat was de meerderheidsopvatting voor de nieuwe insolventiewet. De vacassatie had daar wat andere rechtspraak over, die deed vermoeden dat dat beëindigingsrecht ook zou spelen bij zakelijke rechten. De wetgever heeft daarin gegrepen en gezegd dat die zakelijke rechten, opstalrechten, zijn insolventieproof. De curator kan die niet beëindigen, ook al zou dat noodzakelijk zijn voor het beheer van de boedel. Maar dat is het idee, de curator beslist of hij al of niet verder zet. Doet hij niets, dan kan u de curator uitnodigen om standpunt in te nemen. Reageert hij niet, dan wordt die overeenkomst geacht verbroken te zijn. Dat impliceert overigens niet dat die beëindiging kosteloos is. De curator zal dan, als hij beslist te verbreken, te beëindigen, er zal een verbrekingsvergoeding verschuldigd kunnen zijn. Maar dat komt dan in de boedel. U zal dan aangifte moeten doen in de boedel met een reële mogelijkheid dat u in de praktijk daar niets van gaat ontvangen, afhankelijk van uw rang. Met die rang kom ik onmiddellijk aan het volgende punt, de aangifte van schuldvordering. Er bestaat een soort collectief beslag. U moet zich melden als schuldeiser. U moet dat doen. U kan niet zeggen, ja maar, ik heb die facturen uitgestuurd, de curator weet dat, dat staat in de boeken. Nee, nee, u moet nog eens afzonderlijk aangifte doen, via rechtssol, online, van uw schuldvordering. Zeggen, ik claim zoveel, al of niet provisioneel, en de rechtsgronden zijn facturen X, Y, Z, of verbrekingsvergoeding, of vertragingsboetes, of weet ik veel wat. U moet dat doen. U zal bij publicatie van het faillissement vonnis zien dat daar staat aangifte van schuldvorderingen binnen de 30 dagen, bepaalde datum voor het eerste PV van verificatie. Ik raad iedereen aan om dat te doen binnen die termijn, al was het provisioneel, al was het onder alle voorbouw, doe het, al was het maar dat u het niet vergeet. Doet u dat niet, dan is dat niet het einde van de wereld. In de regel heeft u nog 1 jaar vanaf het faillissement vonnis om aangifte te doen. Dat is een verjaringstermijn van 1 jaar. Dat is een harde verjaringstermijn. Een dag te laat is te laat, maar een dag op tijd is op tijd. In principe wordt hij nog opgenomen voor de verdeling van de activa. Het ergste dat kan gebeuren als u dat niet doet, is heel uitzonderlijk gaat de curator al bepaalde dingen uitdelen voor het verstrijken van dat jaar, maar het is ook uitzonderlijk. Als u dan buiten de prijzen valt, omdat er al is uitgedeeld, dan is dat jammer en dan heeft u pech gehad. Zoals gezegd, dat gebeurt bijna nooit. Dat is de enige nuance die daar speelt. Andere nuance is, heel uitzonderlijk gaat zo'n faillissement al vroeger dan binnen het jaar worden afgesloten. Ook dan is het te laat, maar dat zijn uiteraard gevallen waar er niks te verdelen valt. Dus u weet, u kan in principe nog binnen het jaar aangifte doen. Een aantal verduidelijkingen daarbij. Recent arrest van de vacassatie. Belangrijk voor de separatisten, de hypothecaire of de bijzonder bevoorrechte schuldeisers. Wat zegt de vacassatie daar? Het is niet omdat u vergeten bent om aangifte te doen, dat u niet kan delen bij de verkoopsopbrengsten van de bezwaarde goederen, bijvoorbeeld de gehypothekeerde goederen. Dus dat is een belangrijke nuance. U krijgt nog altijd uw deel van de verkoopsopbrengsten. Van hetgeen u niet kan recupereren te verkopen, ja, als u dan geen aangifte heeft gedaan, jammer, daar krijgt u niets van. Maar dat deel, die nuance, is wel te maken. Waarbij ik opnieuw heb te herhalen, doe alstublieft aangifte van schuldvordering. Een onduidelijke vraag daar is nog wat met schuldvergelijking. Het klassieke voorbeeld, die heeft de onderaannemer die failliet is gegaan, die facturen heeft openstaan ten aanzien van de hoofdaannemer, of de bouwheer, zo u wil. Anderzijds is er een claim van de hoofdaannemer ten aanzien van de onderaannemer, wegens vertraging,
Men heeft de werf verlaten, er zijn bepaalde meerkosten, al of niet geflateerd, er is een tegenclaim en wil gaan compenseren. De Hof van Cassatie helpt daar al een beetje en zegt, ja, u heeft aangifte gedaan. Het is niet omdat u vergeten bent om in die aangifte uitdrukkelijk te verwijzen naar schuldvergelijking dat u afstand ervan heeft gedaan. Dus u mag nog altijd, ook als heeft u dat niet verwezen in uw aangifte van schuldvordering, u beroepen op wettelijke of gerechtelijke schuldvergelijking. Dat kan. Open vraag is nog, wat met ja, schuldvergelijking? U heeft geen aangifte gedaan. Kan ik dan nog als hoofdaannemer zeggen, na x aantal jaar na faillissement is er een vonnis dat vaststelt, inderdaad, er waren 100.000 euro aan facturen. Inderdaad, langs de andere kant is er de vordering van de hoofdaannemer ten aanzien van de onderaannemer voor 250.000 euro, ik zeg maar iets, wegens boetes en meerwerken, whatever. Kan dan schuldvergelijking, ja of nee? Weet dat er rechtspraak is onder andere van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, die zegt, nee, u heeft geen aangifte gedaan, dus u kan zich niet meer beroepen op die gerechtelijke compensatie. Het louter feit dat u heeft vergeten om aangifte te doen binnen de wettelijke termijn van 1 jaar, al was het maar voor 1 euro provisioneel, maakt dat u recht op compensatie kwijt bent. Ik vind dat betwistbare rechtspraak, maar voorlopig is dat nog altijd rechtspraak. Dus opnieuw, doe alsjeblieft aangifte, ook al verwacht u netto niks te kunnen ontvangen. Ook een opnieuw relatieve innovatie sinds de wetswijziging van 2 jaar geleden, de kwijtschelding, de vroegere verschoonbaarheid. Dat speelt voor de natuurlijke persoon die failliet is verklaard. Vroeger was de regeling, er wordt verschoonbaar verklaard op het einde van de rit, bij afwikkeling van dat faillissement, als hij zich goed heeft gedragen, heeft meegewerkt, wordt hij in de regel verschoonbaar verklaard. Met andere woorden, die schulden die er nog, de restschulden bestaan nog altijd, die zweven nog ergens in de lucht, maar de gefailleerde natuurlijke persoon krijgt immuniteit. De schuldeisers kunnen niet na het faillissement, afwikkeling van het faillissement, voor die restschulden ten uitvoer leggen. Immuniteit. Dat is opnieuw in het kader van die fresh start wezenlijk gewijzigd. Gewijzigd op 2 niveaus. 1, positief voor de gefailleerde, kwijtschelding. Er is effectieve kwijtschelding, dus die schulden blijven niet hangen, zelfs niet fictief, zelfs niet, die verdwijnen helemaal. Er is volledige kwijtschelding, de fresh start. Dat is het voordeel van de gefailleerde. Een nadeel is wel dat hij dat niet op het einde van de rit quasi-automatisch krijgt. Dat behouden ze een aantal indicaties. Hij moet dat zelf gaan vragen. Binnen de 3 maanden na faillissementsvonnis, op straf van verval. Doet hij dat niet binnen 3 maanden, omdat hij dat vergeten heeft, heeft te veel aan zijn hoofd. Hè. In die omstandigheden wel eens gebeurd. Jammer, maar helaas geen kwijtschelding. Doet hij dat wel binnen die termijn, ja, dan is het bijna een gewone zaak. De rechtbank heeft anders dan voorheen, geen appreciatiemarge. We moeten toekennen, tenzij een belanghebbende, meestal zijn dat uiteraard schuldeisers, een procedure gaat instellen om die kwijtschelding niet of niet volledig zou worden verleend. En dat kan enkel bij kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement en de gefailleerde heeft gefoefeld, bijvoorbeeld. Dat kan, en dan kan de rechtbank op vordering van die belanghebbende zeggen, goed, die restschulden na uiteraard na afwikkeling, die restschulden voor die specifieke schuldeiser of ruimer, ik denk dat het enkel voor die specifieke schuldeiser zal zijn, die blijven nog bestaan. De schuldeiser kan zich alsnog verhalen op de gefailleerde en het vermogen dat hij inmiddels en dat faillissementsfonds heeft opgebouwd. Dus dat is een wezenlijke wijziging en toch een belangrijke voor natuurlijke persoon. Volgende, ook hier die kosteloze borgen. Sam sprak er al over. Een nuttige zekerheid, maar toch zwaar te relativeren, ook op dit niveau. Zoals je weet, bij het verlenen van die kosteloze borgstelling, het gaat om kosteloze borgstelling opnieuw, het gaat over een natuurlijke persoon die zich borg heeft gesteld, kosteloos, en dat is niet op te vatten als hij is er niet voor betaald, maar zonder economisch belang. Dus niet de zaakvoerder, de hoofdaandeelhouder die voor de eigen BV zich borg stelt, maar het gaat om het klassieke voorbeeld, tante Maria, die zich voor neef en nichtje die een koffiezaak begint, zich borg stelt voor de schulden ten aanzien van de bank. Klassieke voorbeeld. Bij het aangaan van die borg is dat vernietigbaar als er een disproportie is tussen het vermogen van, de borg, persoonlijke borg, en de schulden die je aangaat op dat moment. Ook hier, bij faillissement, is er een nieuw toetsingsmoment mogelijk. Op 2 niveaus. Degene die zich de schuldeiser die aangifte van schuldvordering doet, moet zich op straffen van verval vermelden welke kosteloze borgen er zijn. Doe dat niet, dan is de kosteloze borg off the hook. Die kosteloze borg wordt dan opgeroepen, krijgt de mogelijkheid om naar de insolventierechtbank te gaan en te vragen om heel of gedeeltelijk te worden vrijgesteld van die verleende borg.
wanneer, als het op de slide staat, de zekerheid die men heeft verleend, die kosteloze borgstelling die men heeft verleend, persoonlijke borgstelling, kennelijk niet in verhouding staat tot de terugbetalingsmogelijkheid op dat moment. Dus op het moment van het faillissement, misschien was het bij aanvang 5 jaar eerder, was dat wel naar verhouding, toen was men zeer vermogend, inmiddels niet meer, of de schulden zijn dermate opgelopen dat het niet meer houdbaar is, dan kan de rechtbank geheel, maar ook gedeeltelijk, de borg, kosteloze borg tegemoetkomen en zich in die vrijstellen van de schulden. Dat voor faillissement, maar echt heel, heel helikopterview, zoals u gemerkt heeft. Sam gaf het ook al aan. Er is een tijdelijke maatregel, die KB nummer 15, in het kader van de COVID-19-maatregel, die van belang kan zijn in een aantal gevallen. Waar gaat het over? KB nummer 15 gaat over, zoals gezegd, in het kader van de COVID-19-maatregelen, de vaststelling dat er heel veel ondernemingen zijn die in de problemen komen of zijn gekomen door COVID-19 en belangrijker dan uiteraard de maatregelen die in dat kader zijn genomen en de gevolgen daarvan. In de eerste plaats natuurlijk de zaken die in gevolg van die maatregelen moesten sluiten, het horeca, modezaken en dergelijke meer. Die heeft men willen beschermen, maar ook de overheid heeft zichzelf willen beschermen. Het aanvoelen was dat die zeer moeilijke situatie dat het gevolg zou hebben dat te veel ondernemingen zich naar de rechtbank zouden wenden. Langs de ene kant schuldeisers die heel zenuwachtig worden, die denken, ja, ik moet erbij zijn voor alles op is, ik ga mij haast naar de beslagrechter om beslag te kunnen leggen, om te liquideren voor alles op is. Dat is één. Maar ook schuldeisers, ondernemingen die naar de insolventierechtbank lopen om te zeggen, ja, ik ga bescherming vragen tegen schuldeisers, tegen mijn schuldeisers, onder een of andere vorm van gerechtelijke reorganisatie. Ik heb die bescherming nodig om te vermijden dat mijn leveranciers mij gaan aanvallen of dat mijn verhuurder naar de rechtbank kan stappen om mijn handelsuurcontract te doen ontbinden. Dus om die toestroom op de rechtbanken te vermijden of minstens te temporiseren, heeft men KB 15 ingevoerd. Een soort, zoals het heet, een staakt het vuren of een godsvrede, zo je wil, tussen schuldenaars en schuldeisers. Wat houdt het concreet in? Het gaat over bescherming van ondernemingen die in de problemen zijn gekomen door COVID-19 en haar gevolgen. Daarmee bedoel ik de maatregelen uiteraard, men moest sluiten door COVID-19, maar ook de fallout, zo je wil, ondernemingen die wel verder konden, maar doordat klanten zijn die problemen zijn gekomen of door de productiviteit verminderd, die gaat men beschermen. Hoe gaat men die beschermen? Een soort collectief, soms ook over opschorting van betaling, men gaat dat op collectief niveau invoeren, al die ondernemingen krijgen collectief opschorting van betaling. Initieel was dat 3 weken tot medio mei, zal verlengd tot 17 juni 2020. En de verwachting is dat dat daarna nog wel zal worden verlengd, eventueel tot na de zomer. Wat zijn de concrete gevolgen? 1. Die opschorting van betaling, variant dat met een collectief niveau, alle uitvoerende en bewaarde beslagen onhold. Zijn allemaal opgeschort. Middelen van ten uitvoerlegging kan men niet aanwenden of voortzetten. Uitzondering daar onroerende goederen, die lopen wel voort en voor sommigen relevant, zeeschepen en binnenvaart, daar kan men verder. Maar de regel is dus alle beslagen bevroren en onhold. Voor alle schulden, dat gaat over de hoofdsom, maar ook interesten en ook alle schulden die in een of ander reorganisatieplan zitten, allemaal onhold. 2. Betalingstermijn reorganisatieplan, ook die worden opgeschort. Dat schuift op, dus die collectieve afbetalingsplan die zijn goedgekeurd, die schuiven op, die worden verlengd met de duur van het KB-verleende opschorting. Dat was initieel, zoals gezegd, maar 3 weken, maar dat is natuurlijk aan het doen. Dat is het tweede gevolg. Derde gevolg, om die bottleneck aan de rechtbanken tegen te gaan, geen faillissementsverklaring, geen gerechtelijke ontbinding, opvordering van derden. Het kan nog wel opvordering van het Openbaar Ministerie, voorlopig windvoerder, dat kan, redelijk uitzonderlijk. Maar vooral, wat nog altijd kan, is de schuldenaar zelf die beslist om de boeken neer te leggen, omdat hij vaststelt, ja, dit heeft geen perspectief. Hij heeft daar uiteraard nog wel belang bij, al was het maar om zijn eigen aanspraken te beperken, de bestuuraansprakelijkheid. Het verder zetten van een activiteit die uitzichtloos is, is een grond tot aansprakelijkheid. De schuldenaar kan er uiteraard alle belang bij hebben om zelf de boeken neer te leggen. Maar om die bottleneck te vermijden, heeft men verhindert dat schuldeisers het initiatief nemen om de schuldenaar failliet te laten verklaren.
En ook het overdracht onder redelijk gezag, ook dat wordt uitgesloten. Dat is een belangrijke gevolg van dat COVID-19, van KB nummer 15. Voorlopig tot 17 juni en daarna waarschijnlijk verlengd. Een vierde, en ook dat is een belangrijk gevolg, men heeft natuurlijk vooral daar gedacht aan handelsuurcontracten bijvoorbeeld, die zouden kunnen worden beëindigd, ontbonden wegens wanbetaling. En daar een godsvrede, een moratorium, een verbod om gerechtelijk, maar ook eenzijdig, overeenkomsten te verbreken of te beëindigen, of te doen beëindigen door de rechtbank, wegens wanbetaling. Dus waarin het contract staat, zeg maar iets, dus partij X heeft het recht om vanaf 3 maanden later betaling onmiddellijk te verbreken of te beëindigen, dat is allemaal buiten werking gesteld, eenzijdige ontbinding of gerechtelijke ontbinding door de vrederechter bijvoorbeeld van handelscontracten, wegens wanbetaling kan niet meer, mits die overeenkomsten gesloten zijn voor 24 april 2020. En met de belangrijke uitzondering van arbeidsovereenkomsten, lonen moeten nog steeds worden betaald. Ook andere schulden trouwens, arbeidsovereenkomsten moeten worden uitgevoerd, ook andere schulden heeft men een incentive om te betalen. Waarom? Omdat die andere tools die men heeft om een partij te dwingen tot betaling nog wel werken. Interesten lopen verder, dat betekent op zich al dat men incentive kan hebben om tijdig te betalen. Maar ook andere gemeenrechtelijke sancties, bijvoorbeeld de niet-uitvoeringsexceptie, blijft werken. Dus het is niet, neem nu de distributieovereenkomst, dat men die niet kan beëindigen omdat de distributeur zijn factuur niet betaalt. Dat is even on hold. Het sluit niet uit dat die leverancier aan zijn distributeur zegt, bon, uw betalingsachterstand is zo en zo en zo. Ik schort mijn leveringen op. Vanaf nu is het contante betaling of lever ik niet meer. Dat kan nog altijd, maar dus die beëindiging kan niet. Wat maakt dat het vooral gaat spelen bij handelshuurcontracten, huurcontracten, waarbij van de verhuurder niet meer wordt verwacht dan het pand ter beschikking te stellen. Hij moet geen actieve handeling stellen. Dat betekent dat hij puur op basis van betaling niet kan beëindigen. ENA kan nog wel, beëindiging om andere redenen kan ook bijvoorbeeld, handelsuur. U kan nog altijd gerechtelijke ontbinding vragen van een handelsuurcontract, niet op basis van wanbetaling, maar bijvoorbeeld op basis van verregaande verwaarlozing van het pand. Dat kan nog altijd. Het doel van KB nu 15 is om ondernemingen die het slachtoffer zijn van COVID-19 en de maatregelen te beschermen. Het doel is niet om ondernemingen die daarvoor al in de problemen zaten, daarvoor al in staking van betaling waren, om die artificieel te doorrekken. Dus men was zich wel bewust van de mogelijke misbruiken. Men heeft dat niet gelaten aan de rechtbank zelf, tot aan de vrederechter om te beoordelen of dit al of niet onder de ratio van KB 15 valt. Maar een aparte procedure. Men kan als schuldeiser, als men van mening is dat de positie waarin de schuldenaar zich bevindt niet het gevolg is van COVID-19. Wanneer bijvoorbeeld de openstaande facturen, de betalingsachterstand al veel ouder is, men kan dan naar de voorzitter van de ondernemingsrechtbank gaan. Procedure zoals in kort geding, dus de tegenpartij wordt opgeroepen, dat is natuurlijk ook een belangrijk nadeel, om dan dat vermoeden te laten weerleggen. De voorzitter kan dan beslissen om die bescherming geheel of gedeeltelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld om die schuldeiser toch toe te laten om te dagvaren in faillissement, of toch toe te laten om bijvoorbeeld een beslagmaatregel te nemen, uitvoerend of bewaren. Dus dat kan. De voorzitter gaat dat beoordelen op basis van bepaalde criteria opgelijst in het KB, maar die zijn redelijk vaag. Hè. Dus is al of niet beroep gegaan op economische werkloosheid? Dat zijn altijd criteria. Het idee lijkt te zijn, zijn de problemen, wezenlijke problemen, het gevolg van COVID-19 of bestonden ze eigenlijk al veel vroeger. Het zal een beetje een moeilijke afweging zijn, maar natuurlijk, de ondernemingen die nu het slachtoffer zijn, die nu vallen of in de problemen komen, veelal waren die al in moeilijke papieren voor COVID-19. Het is vaak de druppel die de emmer deed overlopen. Het is een moeilijkere discussie, maar goed, de mogelijkheid bestaat om naar de voorzitter te gaan. Dat was niet zo heel belangrijk toen het maar 3 weken was, die bescherming. Maar natuurlijk, als dat moratorium wordt opgerokken tot 17 juni, wordt verlengd tot 17 juli, lees ik. Voilà, dat zal ongetwijfeld zo zijn, als dat niet zo is, dan wordt dat natuurlijk allemaal veel belangrijker. Randbedenking hier, ook in KB, krediet, de bedoeling is te gaan naar continuïteit. Element daarvan is de bescherming van de nieuwe kredietverstrekkers. Nieuwe leningen die krijgen wel een bescherming, bijzondere wettelijke bescherming. Dat mag op zich geen probleem zijn. Nuance daar wel is, het moet om nieuwe kredieten gaan. Dus nieuwe kredieten om die continuïteit
te behouden, die worden beschermd, maar kredieten die worden puur worden heronderhandeld, aangepast, die vallen buiten de bescherming. Dus het volstaat niet om punten en commas aan bestaand contract te wijzigen om dan ineens die bescherming te krijgen. Nee, het moet om nieuwe kredieten gaan. Voilà. En dan laat ik u nu in de goede handen of aan de zoete stem van Sarah Cox over naar wedstrijd. Dank u wel, Dave. Ook langs mijn kant van harte welkom op dit webinar, waar jullie toch talrijk op zijn ingeschreven. Ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken om mijn collega's Irgen de Preter en Sarah Manarsson te bedanken voor het opstellen van de slides. Ik ga jullie nu meenemen in mijn departement, het arbeidsrecht. Wat in geval van zowel faillissement als wat ik toch nog altijd graag een WCO noem. Het zit nu in het wetboek economisch recht, maar laat ons het nog in die termen benoemen. En wat daar eigenlijk de gevolgen van zijn voor werknemers. Want dat is toch vaak een probleem en een problematiek, omdat dat toch heel grote gevolgen kan hebben op... Ja, al het personeel dat daarmee te maken kan krijgen. En we zitten daar constant eigenlijk in een spanningsveld. Enerzijds wil de wetgever wel die werknemers die hun rechten garanderen en ervoor zorgen dat die enerzijds natuurlijk hun werkstelling kunnen behouden, maar anderzijds ook zoveel als mogelijk aan dezelfde voorwaarden. En anderzijds natuurlijk de overnemer, kandidaat-overnemer, dat men die zoveel mogelijk wil paaien om toch te proberen die zaak verder te zetten in het belang dus van de continuïteit van de onderneming en dus ook in het belang van de tewerkstelling van de mensen. Maar de vraag is vaak aan welke kostprijs en die overnemer gaat daar toch vaak zijn eigen zeg op willen doen en een bepaalde keuze van werknemers gaan maken of bepaalde arbeidsvoorwaarden gaan willen wijzigen. En daar komen we dus eigenlijk telkens op dat spanningsveld tussen die twee. Laten we beginnen bij het deeltje van Dave. Ik doe het in de omgekeerde volgorde. We starten bij het faillissement. De CAO 32-bis is voor de meeste mensen onder jullie misschien al wel bekend. Dat is de CAO, de regelgeving, die voorziet dat in geval dat u een bedrijf overneemt, dat u eigenlijk verplicht bent om het voltallige personeel mee te gaan overnemen, met behoud van hun bestaande arbeidsvoorwaarden, zoals loon, anciëniteit enzovoort. Wel nu, die CAO 32-bis die bevat ook een hoofdstuk 3. En in dat hoofdstuk 3, dat is een specifiek hoofdstuk dat te maken heeft met overname van personeel na een faillissement. Waarover gaat het? Wat is het toepassingsgebied? Ja, wanneer dat iemand een failliete onderneming overneemt, een deel of het geheel van de activa gaat overnemen, binnen de 6 maanden na het faillissement, dan gaat dat hoofdstuk eigenlijk spelen wanneer dat die overnemer de activiteit van die failliet verklaarde onderneming gaat verder zetten. Op welke werknemers is het van toepassing? Ja, zowel de werknemers die natuurlijk in dienst zijn op de datum van het faillissement, maar ook, men gaat daar toch 1 maand terug, werknemers die ontslagen zijn in de maand voor het faillissement, die eigenlijk recht hadden op een opzeggingsvergoeding, op een verbrekingsvergoeding, en die nog niet hebben gekregen door de penibele situatie waar dat in hun werkgever was verzeild geraakt wellicht, en die dus nog recht hebben op die verbrekingsvergoeding. Wanneer dat die werknemers worden overgenomen, dus in dienst worden genomen door de overnemer, binnen de 6 maanden nadat die overnemer de activa heeft overgenomen, ja, dan gelden dus die voorwaarden van het hoofdstuk 3 van de CAO 32-bis. En daar waar dat het algemene principe bij overgang van onderneming, dat het eigenlijk is dat je de volledige arbeidsovereenkomst overneemt van alle werknemers met alle bestaande arbeidsvoorwaarden, heeft men hier dus de optie genomen dat dat niet goed zou zijn voor de verzetting van de activiteit, dat het dan moeilijker gaat worden om een overnemer te vinden. En men heeft daar dus van afgeweken door te zeggen van kijk, in geval van faillissement gaan we de overnemer te gunsten zijn en gaan we die de mogelijkheid geven om te kiezen welke werknemers hij al dan niet wenst over
te nemen. En bovendien start er eigenlijk een nieuwe onderhandeling van arbeidsvoorwaarden. Kan die overnemer zeggen van kijk, ik wil alleen maar zoveel procent van het personeel overnemen of die en die functies overnemen en ik ga dat ook maar doen aan lagere arbeidsvoorwaarden, lagere lonen, eventueel in een andere functie en zo verder. Nu, die keuzevrijheid die geldt natuurlijk ook aan de kant van de werknemer. Als de werknemer helemaal geen zin heeft om bij die overnemer in dienst te treden, dan hoeft hij dat ook niet te doen, want ja, dan is het mogelijk aan die gewijzigde arbeidsvoorwaarden. Er zijn wel wat grenzen op basis van de CAO32-BIS aan die grote keuzevrijheid en onderhandelingsvrijheid. In principe is het wel zo dat alle collectieve arbeidsvoorwaarden, en dan denken we aan ondernemings-CAO's, collectieve akkoorden die met personeel zijn gesloten, eventuele gebruiken, zaken die in het arbeidsreglement staan en zo verder, zoals bijvoorbeeld beroepsindelingen, arbeidsregelingen, loonstructuren, dat die eigenlijk wel volledig behouden moeten blijven. Je zou dat alleen maar kunnen wijzigen wanneer dat er een gemeenschappelijk akkoord is met ofwel de syndicale delegatie ofwel een representatieve vakbond. Dus je moet eigenlijk als het ware een nieuwe CAO gaan sluiten indien je zou willen afwijken van de collectieve arbeidsvoorwaarden. Dus individuele kunnen aangepast worden, maar niet in principe de collectieve. En een ander belangrijke grens is dat die werknemers wel hun anciëniteit moeten kunnen behouden. Dus u kan niet zomaar iemand met 20 jaar anciëniteit overnemen en die na 1 week ontslaan met 1 week opzeggen. Dat gaat u niet kunnen doen. Hè. U moet de anciëniteit respecteren van de individuele werknemers. En die anciëniteit die wordt eigenlijk vermoeden zijn doorgelopen in de periode dat eventueel de activiteit is onderbroken geweest. Dus dat is wel een zeer belangrijke uitzondering, dat die werknemers ja, toch het behoud van hun anciëniteit krijgen, een belangrijke garantie voor die werknemers. Het is wel zo dat ik heb vastgesteld dat dat toch mogelijk in geval van ontslag nadelig kan zijn voor in het bijzonder een bediende. En dat komt door het eenheidsstatuut. In 2014 heeft onze wetgever onder zware druk van het grondwettelijk hof het statuut van arbeiders en bedienden althans op het vlak van ontslag gaan uniformiseren. Dus daar gelden nu dezelfde regels. Maar er is een overgangsperiode in die zin dat werknemers wel, ik noem het meestal een rugzakje, hebben opgebouwd tot de invoering van het eenheidsstatuut, namelijk tot 31 december 2013. En dat is in het bijzonder voor de bedienden, waar het eenheidsstatuut eigenlijk minder voordelig voor hen is, is dat rugzakje mogelijk wel zeer belangrijk, want hun anciëniteit tot 2014, ja, dat gaat eigenlijk voor wat betreft de hogere bedienden bijvoorbeeld recht geven op 1 maand per begonnen jaar anciëniteit, wat toch een veel hogere opzeggingstermijn is dan de nieuwe regels, de nieuwe opzeggingstermijnen sinds 1 januari 2014. Maar nu wel, in het kader van faillissement, gaat men ervan uit dat het geen verderzetting is van een bestaande arbeidsovereenkomst zoals dat je dat gebruikelijk hebt bij een CAO32-BIS, bij een overname van onderneming. Maar er wordt eigenlijk toch een nieuwe arbeidsovereenkomst gecreëerd met de overnemer. En dat wil zeggen dat die fameuze rugzakregelgeving, waarbij dat iemand dus zijn rechten nog heeft opgebouwd tot 2014, die vervalt eigenlijk op basis van de wetgeving op het eenheidsstatuut. En dat wil dus zeggen dat in geval van ontslag de overnemer wel rekening zal moeten houden met de anciëniteit van de betrokken persoon, maar die anciëniteit die zal enkel bedoeld zijn om de termijnen van het nieuwe eenheidsstatuut te gaan bepalen. Dus de opzeggingstermijn zal wel rekening houden met die anciëniteit, maar niet meer met dat rugzakje van voor 2014, wat ik in sommige dossiers al heb gezien als toch wel een zeer groot nadeel voor mensen met een heel lange anciëniteit. Bediende dan kan dat mogelijk wel heel nadelig zijn. Weet dat het sluitingsfonds voor in geval van faillissement wel tussenkomt. Hè. Stel dat u de onderneming is failliet en er is een overnemer
gevonden door de curator, ja, dan kan het wel zijn dat de activiteit gedurende een periode heeft stilgelegen. En tijdens die periode zal het sluitingsfonds een overbruggingsvergoeding betalen aan de werknemers die worden overgenomen. Werknemers die niet worden overgenomen, ja, als daar te weinig in de boedel zit van het faillissement, zal het sluitingsfonds daar ook intussen komen qua verbrekingsvergoeding. Maar dus voor wat betreft de overgenomen werknemers, krijgen die die overbrugging tussen de stopzetting van de activiteiten en het moment dat zij eigenlijk in dienst treden van de nieuwe werkgever, van de overnemer. Die overbruggingsvergoeding is toch tot maximum 12 maanden of zelfs 13 maanden. Als u een van die werknemers zou zijn die ontslagen is binnen de 1 maand voor het faillissement. En de voorwaarden zijn wel dat de werknemer is overgenomen binnen de 6 maanden. En ja, die werknemer zal dan wel moeten verzaken, er kan geen cumul zijn uiteraard, zal dan wel moeten verzaken aan de verbrekingsvergoeding of de sluitingsvergoeding. Hij kan niet van 2 walletjes eten uiteraard. En het is dan wel de bedoeling dat die mensen eigenlijk een voortzetting van hun inkomen hebben. Het is weliswaar geplafonneerd tot een bepaalde grens, maar toch op die manier wordt hun inkomen wel min of meer gegarandeerd. Verder wou ik jullie ook nog wel wijzen op de informatie- en consultatieverplichtingen. In het wetboek Economisch Recht staat al een informatieverplichting aan de werknemers op het ogenblik van de aangifte van het faillissement. Nu, deze informatieverplichting wordt eigenlijk niet gesanctioneerd. Vandaar dat het wel belangrijker is om jullie te wijzen op de andere wettelijke informatieverplichtingen die jullie op basis van de arbeidswetgeving hebben. Namelijk de informatieverplichting onder andere van het KB op de ondernemingsraden, een KB van 1973, die zegt eigenlijk dat de ondernemingsraad moet worden geïnformeerd bij elke gebeurtenis of interne beslissing met een belangrijke weerslag op de onderneming. En dus u ziet, dat is heel vaag en heel ruim. Alles wat min of meer eigenlijk een belangrijke weerslag kan hebben op de onderneming. En ja, we kunnen moeilijk zeggen dat een faillissement geen belangrijke weerslag op de onderneming zal hebben. Dat moet u, daar heeft u een informatieplicht over aan de ondernemingsraad. Daarnaast is er ook nog de CAO nummer 9 op de ondernemingsraden. En die bepaalt een informatie- en consultatieverplichting. Dus dan moet u ook nog eens gaan raadplegen, dus vragen gaan beantwoorden, informatie gaan geven en zo verder. En dat is bij zowel bij sluiting als bij elke belangrijke structuurwijziging. Als er in de onderneming geen ondernemingsraad aanwezig is, dan zal u die informatie en consultatie op basis van de CAO nummer 5 gaan moeten doen met de syndicale delegatie. Nu, dat KB en die CAO nummer 9, dat voorziet eigenlijk niets wanneer die werkgever nog een ondernemingsraad heeft, nog een preventiecomité, nog een syndicale delegatie. Vandaar dat er in de CAO 32 bis daar nog een artikel 15 bis is ingevoerd, namelijk wanneer een onderneming geen ondernemingsraad heeft en ook geen syndicale delegatie, dus eigenlijk geen overlegorganen, dan moet u bepaalde informatie rechtstreeks aan het personeel gaan geven. En al die bepalingen van de KB en die CAO's die ik nu vermeld heb, die zijn allemaal strafrechtelijk gesanctioneerd. Dus daar kan u in geval van niet-naleving toch belangrijke strafsancties of boetes op gaan oplopen. En anderzijds natuurlijk burgerlijke sancties, werknemers die zich eventueel een schadevergoeding gaan kunnen claimen wanneer die wetgeving niet is nageleefd. Dat voor wat betreft het faillissement. En daarnaast heb je natuurlijk hetgeen Sam daarnet besproken heeft, namelijk de overdracht onder gerechtelijk gezag. En wat daar nu het lot van die werknemers bij is, want dat is toch op verschillende vlakken geregeld in de wetgeving. Het is zo dat wanneer de start van de procedure, wanneer zo'n gerechtelijke reorganisatie wordt aangevraagd, dat op zich, zoals Sam ook al heeft toegelicht, geen einde doet maken aan de lopende overeenkomsten en dus ook niet aan de lopende arbeidsovereenkomsten. Daar waar Sam jullie heeft uitgelegd dat de aanvrager wel de mogelijkheid heeft om zijn verplichtingen in bepaalde gevallen eenzijdig op te schorten, is daar wel een uitdrukkelijke uitzondering voor de arbeidsovereenkomst. U kan niet zomaar zeggen dat de arbeidsovereenkomst
toekomst wordt opgeschort, dat u geen lonen niet meer gaat betalen, dat de mensen niet meer moeten werken. Dat gaat u niet kunnen doen. Dat is een uitdrukkelijke uitzondering in het artikel 56 van boek 20 in het wetboek Economisch Recht. En daarnaast heb je dus die verschillende mogelijkheden. Hè. Als u zou gaan voor de optie van het collectief akkoord, en dan moet u, zoals Sam heeft uitgelegd, een reorganisatieplan maken. Wel, in dat reorganisatieplan bent u verplicht om ook een sociaal luik te gaan opnemen. De rechtbank zal ook de werknemersvertegenwoordigers, dus een van de overlegorganen of een afvaardiging van de werknemers, als er geen overlegorganen zijn, zal die voorafgaand horen over dat reorganisatieplan. En in elk geval kan dat reorganisatieplan niet leiden tot een vermindering of een kwijtschelding van openstaande schulden volgend uit arbeidsprestaties. Dus lonen of zo die nog niet zouden betaald zijn, die kunnen niet zomaar in dat reorganisatieplan worden kwijtgescholden. En daarnaast natuurlijk, wat ons vooral interesseert, is die overdracht onder gerechtelijk gezag. De meest vergaande optie van het wetboek, naast faillissement uiteraard. En daar bepaalt het artikel 86, en dan verder uitgewerkt in een collectieve arbeidsovereenkomst, een nationale overeenkomst nummer 102, bepaalt eigenlijk dat, net zoals voor faillissement in de CAO 32-bis is voorzien, dat ook hier de overnemer een keuzerecht krijgt, is zeer controversieel, ik ga daar straks nog op terugkomen, een keuzerecht krijgt om dus te kiezen welke werknemers hij al dan niet wil overnemen. Het enige wat bepaald is in de wetgeving, is dat die overnemer dat wel moet kunnen baseren op economische, technische of organisatorische maatregelen. Dus hij moet het wel kunnen argumenteren waarom hij voor een bepaalde keuze gaat. En hij mag daarbij ook geen verboden differentiatie maken. Hij mag niet discrimineren. En daar komen natuurlijk de beschermde werknemers wel eens in het zicht. Hè. Mensen die vaak beschouwd worden als de moeilijke werknemers in het bedrijf natuurlijk. De mensen die bij de vakbond zijn, die in een ondernemingsraad zitten of die lid zijn van de syndicale delegatie. En men heeft eigenlijk in de wetgeving een vermoeden ingesteld dat als u een bepaald percentage van het personeel overdraagt, dat u dan eigenlijk ook maar eenzelfde percentage aan beschermde werknemers, dus werknemersvertegenwoordigers, hoeft over te nemen. En dat weliswaar een weerlegbaar vermoeden creëert dat er geen sprake is van verboden differentiatie. In de praktijk zien we hier toch wel vaak zeer zware onderhandelingen, hè, want u zit net aan de onderhandelingstafel met die werknemersvertegenwoordigers en die willen natuurlijk allemaal graag hun job behouden. Dus dat is vaak een zeer moeilijke onderhandeling waar ik al wel eens nachtelijke uren voor heb gespendeerd bij een cliënt om dat eigenlijk tot een goed einde te brengen, die onderhandeling. Ik zie dat daar een zin doorstreept is, dat was niet nodig. Hè. Werknemers die niet mee worden overgenomen, die blijven verbonden met de overdrager. En uiteraard, als die dan niet in dienst kunnen blijven van de bestaande werkgever, dan zal eventueel het sluitingsfonds daar ook kunnen tussenkomen. Het principe is wel dat, net zoals in de CAO 32-bis, de bestaande arbeidsovereenkomsten behouden blijven. Maar daar zijn twee zeer belangrijke afwijkingen op. Want u moet de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden eigenlijk niet meer respecteren wanneer dat u daaraan wijzigingen kan aanbrengen via een procedure, een collectieve of een individuele onderhandeling. De collectieve onderhandelingsprocedure, daarmee kan u dus eigenlijk aan de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden wijzigingen aanbrengen. Dat moet wel onder een opschortende voorwaarde van het sluiten van een CAO. Dus die voorwaarden die zullen dan nadien effectief wel in een CAO moeten worden opgenomen. En anderzijds kan u ook individuele akkoorden maken voor wat betreft de individuele arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Daar zijn ook wijzigingen aan mogelijk, voor zover u dat weer kan aantonen op basis van economische, technische of organisatorische redenen. En de tweede belangrijke afwijking is het feit dat de overnemer enkel gebonden gaat zijn door de voorwaarden die hem schriftelijk zijn meegedeeld door de gerechtsmandataris in de periode van informatie. En dit is dus eigenlijk zeer belangrijk. De gerechtsmandataris moet daar eigenlijk een soort van due diligence doen, want die moet
alle mogelijke individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, dus per werknemer, schriftelijk meedelen aan de kandidaat-overnemer. En alles wat niet in dat document staat, ja, daar kan eigenlijk de overnemer niet meer toe gebonden zijn. Als er nadien nog iets uit de kast valt dat daar niet in stond, ja, dan kan die overnemer zeggen, sorry, dat wist ik niet, dat is mij niet meegedeeld en dus moet ik dat niet naleven. Nu, daar is wel een controle op, want elke individuele werknemer die moet door de gerechtsmandataris eigenlijk een aangetekende brief krijgen, waarin dat zijn specifieke eigen loon- en arbeidsvoorwaarden staan opgesomd. Het is dan de bedoeling dat die werknemer nakijkt, ziet dat dat correct is, en die kan dan eigenlijk binnen de maand moet hij een aangetekende brief terugsturen om dat eventueel te betwisten als er fouten in zitten, als zijn loon niet juist was, als hij zegt, ja, maar ik heb ook nog een bonus of er zijn bepaalde premies die ontbreken, ja, dan moet hij dat binnen de maand aan de gerechtsmandataris laten weten en dan kunnen daar eventueel nog correcties op worden ingevoerd. Dus toch wel twee belangrijke afwijkingen op dat, ja, principe dat de arbeidsovereenkomsten worden overgenomen. En in die overeenkomst van voorgenomen overdracht, die dan door de rechtbank zal worden goedgekeurd, daar moet dus ook heel dat sociale luik in staan, de lijst van werknemers. Die lijst, die fameuze due diligence waarover ik het had, met alle rechten, plichten, de schulden, de vorderingen, waar dus die overnemer over werd geïnformeerd. En dus ook eventueel de wijzigingen die die kandidaat-overnemer gaat doen aan die arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van die collectieve of individuele onderhandelingsprocedure. Belangrijk is dan eigenlijk dat op initiatief van ofwel de overdrager, ofwel de overnemer, ofwel de gerechtsmandataris, wat vaak wel gebeurt, dat plan gaat worden gehomologeerd ook door de arbeidsrechtbank. Dat is belangrijk, want het is pas na die homologatie dat de overnemer eigenlijk niet meer gehouden kan zijn tot enige andere schulden dan diegene die in dat plan zijn opgenomen. Die rechtbank die zal wel alleen de wettelijke voorwaarden kunnen nakijken en of het de openbare orde niet is geschonden. Die kan eigenlijk zelf niet beginnen met inhoudelijk die overeenkomst te gaan aanpassen. Dat gaat hij niet doen. Die gaat wel eerst de verzoekers horen en de werknemersvertegenwoordigers en die gaat een uitspraak doen bij hoogdringendheid. En op die manier kan dus dat sociale luik van het plan gehomologeerd worden. In het CAO 102 vinden we dan ook nog terug wat er gebeurt met de schulden ten aanzien van de werknemer. Opnieuw, alleen de schulden die, waarover dat de gerechtsmandataris de kandidaat-overnemer heeft geïnformeerd. En dan maakt men een onderscheid tussen schulden die enerzijds zijn opeisbaar waren al voor de start van de procedure. Werknemers hebben bijvoorbeeld hun vakantiegeld niet gekregen omdat de onderneming daar geen cash meer voor had, die hebben ook recht op hun vakantiegeld. Wel, voor die schulden, die dus al bestonden van voor de start van de procedure, daarvoor zal de kandidaat-overnemer samen met de overdrager nog hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dus daar zal een insolidum aansprakelijkheid voor gelden. Als er nog schulden zouden ontstaan zijn tijdens de procedure, dan gaat de kandidaat-overnemer, want daar gaat hij natuurlijk geen kennis van hebben, daar gaat hij niet voor moeten instaan. Dat zal ten laste van de overdrager zijn, of eventueel het sluitingsfonds, als hij dat niet meer zou kunnen betalen. En uiteraard, vanaf de overdracht is het natuurlijk allemaal ten laste van de overnemer. Ook hier is het wel belangrijk om te wijzen op de informatie- en consultatieverplichtingen die er zijn. Bij de start van de procedure, ik heb u het KB van 73 al toegelicht, dat is ook een dergelijke aanvraag, is natuurlijk een beslissing met een belangrijke weerslag op de onderneming. Dus gaat u die informatieverplichting moeten naleven. En bij de overdracht zal u opnieuw artikel 11 van de CAO nummer 9 moeten volgen, informatie en consultatie. Indien er geen ondernemingsraad of syndicale delegatie is, dan voorziet de CAO 102 een gelijkaardige informatieverplichting zoals in de CAO 32 bis dat u moet doen aan het personeel. En dan had ik u al aangekondigd dat ik nog iets ging zeggen over dat fameuze keuzerecht in heel de WCO-wetgeving. En dat is naar aanleiding van het belangrijke arrest Plessers. Mevrouw Plessers was een dame die de pech had om te maken te hebben met zo'n gerechtelijke reorganisatie en die niet zich niet bij de gekozen werknemers voor de overdracht zag. Dus zij werd niet mee overgenomen. Zij kon zich daar absoluut niet in vinden en ging naar de rechtbank
om te zeggen, ja, ik moet eigenlijk, ik hoor daar wel bij, ik wil ook overgenomen worden. En naar aanleiding van die procedure, want zij had eigenlijk eerst ongelijk gekregen voor de arbeidsrechtbank, is dan naar het arbeidshof gestapt en het arbeidshof van Antwerpen heeft dan een prejudiciële vraag gesteld. En dat komt doordat die wetgeving die wij zien staan in het wetboek economisch recht voor gerechtelijke reorganisatie, dat die eigenlijk dat keuzerecht bepaalt, hè. En eigenlijk moet de kandidaat-overnemer, die moet eigenlijk enkel die keuze kunnen voorzien of kunnen argumenteren door technische, economische en organisatorische redenen, zoals ik jullie heb toegelicht. En dat is natuurlijk een heel groot verschil met het principe van de automatische overgang van alle arbeidsovereenkomsten met alle loon- en arbeidsvoorwaarden inbegrepen. En de vraag die het arbeidshof heeft gesteld, van, ja, is dat hier nu wel verzoenbaar met de Europese richtlijn waarop heel die wetgeving gebaseerd is? Want in de Europese richtlijn hebben we twee principes, twee belangrijke principes. In geval van overgang van onderneming gaan normaal gezien alle arbeidsovereenkomsten automatisch mee over met alle loon- en arbeidsvoorwaarden. En geldt er een ontslagbescherming, een bescherming voor dus de mensen die ontslagen zouden worden naar aanleiding van de overdracht, die hebben een ontslagbescherming. Dus die twee principes, een automatische overdracht van de arbeidsovereenkomst en een ontslagbescherming voor de ontslagen werknemers. Daarop geldt maar één uitzondering. Die uitzondering die vinden we in artikel 3 en 4 van de richtlijn. Er kan enkel een uitzondering zijn in geval de vervreemder zich in een faillissementsprocedure bevindt of in een soortgelijke procedure, met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder en onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie. En dus het arbeidshof heeft voor mevrouw Plessers de vraag gesteld aan het Hof van Justitie. Twee vragen eigenlijk. Ja, valt die WCO-wetgeving, valt die regelgeving nu nog wel onder de uitzondering van die artikel 4 en 5 van de richtlijn? Want ja, een faillissementsprocedure is dat toch niet? Dat is een ander beestje. En vraag 2 is natuurlijk, ja, verzet de richtlijn zich tegen dat keuzerecht dat in onze Belgische wetgeving is geïnstalleerd? En eigenlijk heeft het Hof van Justitie in haar arrest negatief geantwoord op die beide vragen. Enerzijds zegt het Hof van Justitie, nee, hè, die WCO-procedure, dat is helemaal geen faillissementsprocedure. Trouwens, dat is een procedure die te maken heeft, of die bedoeld is om de activiteit verder te zetten, niet op het, met het oog op het liquideren van het vermogen van de vervreemder. Hè. En die gerechtsmandataris die wordt aangeduid, dat is niet hetzelfde als een curator in het kader van een faillissementsprocedure. Dus die drie voorwaarden die zijn niet nageleefd. En dus valt onze reglementering van die overdracht van gerechtszaak daar niet onder. En dat wil zeggen, als je daar niet onder valt, dat je dus de principes hebt van automatische overdracht van de arbeidsovereenkomsten en de ontslagbescherming. En dan was de tweede vraag, verzet de richtlijn zich tegen dat keuzerecht dat in onze wetgeving zit? En de Europese, het Hof van Justitie heeft eigenlijk gezegd van, kijk, wij hebben in onze Europese richtlijn een bescherming van de ontslagen werknemers. Namelijk, die mogen enkel ontslagen worden omwille van economische, technische of organisatorische redenen. Terwijl de Belgische wet eigenlijk het omgekeerde doet. Die voorziet een bescherming voor de overgenomen werknemers. En eigenlijk worden de ontslagen werknemers, die daar eigenlijk niks voor voorzien, worden die niet beschermd. En dus zegt het Hof van Justitie, die WCO-wetgeving die is niet conform de Europese richtlijn. Het gevolg is natuurlijk dat heel dat keuzerecht dat in onze wetgeving nog altijd is geïnstalleerd, op losse schroeven staat. Dat is zeer grote onzekerheid, want ja, het is wel een richtlijn, het is geen verordening. Dus dat wil zeggen dat die in principe geen rechtstreekse werking heeft in België. Die richtlijn die moet België omzetten, richtlijn conform natuurlijk, naar Belgische wetgeving. De Belgische rechters die moeten in principe wel richtlijn conform interpreteren, maar die kunnen zich natuurlijk niet in de plaats stellen van de wetgever, die kunnen zelf geen nieuwe wet maken. Dus die zitten momenteel met een probleem, want die weten dat de wetgeving niet richtlijn conform is, maar anderzijds is de wet de wet en kunnen die in principe ook niet contra legem gaan interpreteren. En dat wil zeggen dat werknemers die momenteel geconfronteerd worden met zo'n WCO-procedure en die niet
overgenomen zouden worden op basis van dat keuzerecht, ja, dat die eigenlijk een schadevergoeding gaan kunnen eisen van de Belgische staat wegens het niet op punt zetten van haar wetgeving. De wetgeving die moet eigenlijk worden aangepast, maar hoe dat men dat gaat doen is ook zeer onzeker. Gaat men meer waarborgen invoeren ter bescherming van de ontslagen werknemers? Dat zou een mogelijkheid zijn. Men zou een voorbeeld kunnen nemen aan het Nederlandse wetsvoorstel, want ook die hun procedure is al eens met de grond gelijk gemaakt door het Hof van Justitie. En dan is nog maar de vraag hoe dat je dat richtlijnconform gaat kunnen doen met toch een keuzevrijheid te kunnen geven aan de kandidaat-overnemers. Dus daar is het nog een groot vraagteken en is het eigenlijk wachten. En we merken wel dat dit soms mee kan spelen, deze onzekerheid. En dat sommige kandidaat-overnemers misschien niet zo geneigd gaan zijn om die overdracht onder geschikte gezag te doen, maar misschien eerder af te wachten tot als er effectief een faillissement komt. Want in het kader van een faillissement kan men eerst het keuzerecht, uiteraard is dat wel mogelijk, staat dat niet onder discussie. En ik weet, ik heb onder andere gelezen dat de overnemer van een aantal Thomas Cook filialen, dat die specifiek gewacht heeft op het faillissement van Thomas Cook alvorens een aantal van die filialen te gaan overnemen. En dat zal vermoedelijk wel eens met dit te maken kunnen hebben. Dus voilà, dan zijn we aan het einde van onze presentatie gekomen. Ik had nog één slide, want we hebben toch nog één rechtspraak ondertussen sinds het arrest Plessers, wat natuurlijk wel interessant is. Zeer recent, van januari 2020, waar dat een rechtbank is geconfronteerd geweest met een WCO-aanvraag en waarbij het inderdaad heeft gezegd van kijk, die Europese richtlijn die heeft geen rechtstreekse werking in België. Ik kan niet beslissen contra lege, dus ik moet de Belgische wet gaan toepassen en die dus nog altijd dat keuzerecht heeft geïmplementeerd. En dat wil dus zeggen dat een snelle ingreep van de Belgische wetgever toch wel noodzakelijk is. Maar gelet op de huidige stand in de politiek weet ik ook niet of dat er snel zit aan te komen. Voilà, dan heb ik gezien dat er een aantal vragen zijn gekomen. Jullie kunnen vragen stellen in dat questionsveld rechts van uw scherm. Ik geef het woord aan Dave voor de binnenkomende vraag. Die twee faillissements, gerelateerde vragen. Eén over die kwijtschelding. Dus als gezegd, faillissementsvonnis is echt cut-off date. Als voor faillissementsvonnis valt in de door de curator te verdelen pot, de boedel. Alles nadien valt daar buiten. Dat betekent niet dat faillissement zorgt voor vergeving van alle zonden of bitter was het dan wit, zijn een aantal nuances aan te brengen. Aan de ene kant is er de mogelijkheid dat bijvoorbeeld de curator de gefailleerde aansprakelijk gaat stellen, bijvoorbeeld wegens wrongful trading, het verder zetten van activiteit die eigenlijk al reddeloos verloren was. Dus aansprakelijk wordt gesteld. Dan zal het onderpand voor die vordering effectief zijn, inclusief het vermogen dat de gefailleerde heeft verworven na dat faillissement. Dus de te verdelen pot is kleiner geworden. Anderzijds, een aantal licht cynische curatoren zeggen mij dan, ja, maar dat maakt wel, dat idee van die fresh start, dat die gefailleerde een incentive heeft om opnieuw te gaan ondernemen of een inkomen te verwerven, officieel, in plaats van het weg te stoppen onder de matras. Wat wel maakt, als ik een claim heb, bijvoorbeeld op basis van een of andere vorm van aansprakelijkheid, dat is mijn onderpand, dat is één. Twee, is inderdaad de mogelijkheid dat die kwijtschelding niet wordt verleend. U moet dat als gefailleerde binnen die 3 maanden na faillissement gaan vragen, maar het is eigenlijk een dwaze regel. Waarom? Omdat de rechtbank logischerwijze pas op het einde van de rit, wanneer alles in kannen en kruiken is, gaat beslissen over die vraag tot kwijtschelding. Dus ik snap nog altijd niet waarom men dat binnen na faillissement moet doen. Verleent men dat die kwijtschelding niet, en dat is in bepaalde omstandigheden mogelijk, dat betekent dat de schuldeisers die schuld na faillissement die niet aangezuiverd zijn, zich kunnen wenden voor de restschulden tot de gefailleerde. En dat zal dan effectief zijn, inclusief zijn onderpand dan, het inkomen, de giften die verworven zijn na faillissement. Dus daar kan, als men ze kan vinden, dat zal het vaak het probleem zijn bij gefailleerden die echt de kwade trouw zijn, als men die actief kan vinden, kan men die kan proberen binnen te rijven voor de restschulden bij geen kwijtschelding. Een andere vraag ging over de werkende venoten. Dus de vraag, moet ik een hoogelijk aansprakelijke venoot dat faillissement ook meteen aanvragen? Ik denk dat het antwoord op ja is. Ik zie geen enkele reden
om die hoofdelijk aansprakelijke vernoot in de verontschadiging die kan betalen uiteraard, om dan ook meteen dat faillissement aan te vragen. Vaak zal om dezelfde reden als zal die hoofdelijk aansprakelijke vernoot om dezelfde reden ook in staking van betaling zijn. Want als dat niet zo is, ja, dan heeft hij alle incentive om de THV bijvoorbeeld of om de communitaire vernootschap toch recht te houden. Dus ja, ik zie geen enkele reden om niet meteen dat faillissement ook aan te vragen als men het initiatief daartoe neemt. En dan in de regel zal dezelfde curator worden aangesteld om diverse faillissementen te gaan beheren. Dat lijkt me ook de meest efficiënte aanpak. Ik denk dat er vragen zijn. Of? Voilà, dan kunnen we bij deze het webinar afsluiten. Dank u wel voor jullie deelname. En als er nog vragen zijn, kan u die ons altijd per mail of telefonisch uiteraard stellen. Wensen wij jullie nog een fijne avond, vooral een zeer goede gezondheid in de komende periode. En hopen we jullie in de toekomst toch ook nog wel eens live te kunnen ontmoeten. Dag.